Goedemiddag. Ja, ik ben eindelijk terug. Het is nu toch al 3 weken geleden. Nu, ik ben niet de enige die terug mag beginnen werken, om het zo te zeggen. Vandaag opent ook de horeca terug zijn deuren, na meer dan 200 dagen gesloten te zijn. En ja, dat begint toch wel een beetje in mineur. Hè. Het is aan het regenen. Maar ik heb wel goed nieuws. Het gaat niet de hele dag regenen. Oké. Op dit moment, het gaat dus over een heel groot warmtefront dat op dit moment over ons land trekt. En in onze streek zou het zo'n 4 uur regenen. Nu, het is al 2 uur bezig met regenen, dus reken daar nog eens 2 uur bij, dus tot en met de middag. En er is toch ook wel een matige zuidenwind aanwezig, met windstoten tot 50 km per uur. Dus ja, dat zorgt er ook voor dat de regen niet recht naar beneden valt. En dat is ook wel lastig voor de horeca-uitbaters die dan een beetje moeten de tafels verschuiven, uiteraard. Mm-hmm. Nu, het zal wel stoppen met regenen, dus tussen 1:30 en ten laatste 2 uur. Dus de namiddag verloopt wel grotendeels droog. Prima. Maar het blijft wel zwaar bewolkt tot het eind van de namiddag. En dan vanavond verschijnen er mooie opklaringen. En het warmste moment van de dag, raar genoeg, dat is vanavond tussen 7 uur en 8 uur. En dan stijgt het kwik naar zo'n 17 à 18 graden. Dus ja, wie een terrasje wil doen, dat is echt wel het moment, zou ik zeggen. De wind die gaat dan ook wat afzwakken vanavond, geleidelijk aan. Maar toch gaat het maar traag afkoelen. Vannacht wordt het zelfs niet kouder dan 12 à 13 graden. Dat zijn de maxima die we eergisteren kregen, donderdag. En ja, gisterenochtend viel er zelfs nog wat sneeuw in de Hoge Venen, maar moeder natuur die gaat zich toch morgen plots van haar warmste kant laten zien op moederdag. Het wordt maar liefst 25 à 26 graden. Nu, dat klinkt veelbelovend, mm-hmm. Maar toch moeten we nog altijd rekening houden met een aantal zaken. De wind die blijft goed voelbaar uit zuidelijke richting waaien. Dus tijdens de namiddag zal het niet lukken om in de zon en uit de wind te zitten, aangezien dat die uit zuidelijke richting komt. En ja, die windvlagen tot 50 km per uur, die zouden ook nog af en toe voorkomen. En ja, we krijgen toch wel veel zonneschijn morgen, maar soms zijn er ook wel middelhoge wolkenvelden. En ja, we moeten ook nog rekening houden, zowel 's morgens, dus voor 10 uur, als 's avonds, met kans op regenbuien, met lokaal onweer. Nu, ik denk dat dat eerder zal plaatsvinden in West-Vlaanderen, dat het Pajottenland nog grotendeels gespaard gaat blijven morgen. Maar ja, de kans op hevige regen- en onweersbuien die gaat toch wel toenemen, vooral 's nachts en ook maandagmorgen. Dus ja, wie wil barbecuen, neem best het zekere voor het onzekere, want ja, morgenavond bestaat er toch ook wel een kans. Doe dat dan best in de middag of de namiddag, zou ik zeggen. En dan maandagmorgen, ja, dan lijkt de kans op stortregen en onweer nog wat groter te worden voor onze streek. Hopelijk is dat na de ochtendspits, want anders zal dat ook wel extra hinder met zich meebrengen. En wateroverlast is zeker mogelijk. Er kan lokaal 15 à 20 liter per vierkante meter vallen. Dus het is toch wel een pittig koufront. Ja, dat is ook wel logisch na zo'n plotse warmteopstoot. En ja, tegen de middag gaat het toch wel droog worden op maandag. Dan zal het koufront onze streek verlaten. Met tijdens de namiddag nog kans op een bui of twee. En dan maandag in de loop van de namiddag zwakt de wind af. En de temperatuur die neemt terug een serieuze duik naar maxima van 17 graden. Maar in de loop van de namiddag komt de zon ook wel meer tevoorschijn. En maandagavond dan is het droog en zonnig zelfs. En dan dinsdag dan beginnen we droog en mogelijk ook nog vrij zonnig. Al wordt het wel vanaf de middag of namiddag zwaar bewolkt met toch wel talrijke regenbuien. Dat wordt toch wel een van de slechtste dagen van volgende week. En sommige van die regenbuien kunnen toch opnieuw best pittig zijn met een donderslag. Het wordt wel nog 18 graden dinsdag en van wind is er ook nauwelijks sprake. En woensdag dan wordt het wellicht nog wat beter, in de zin dan toch dat er minder buien zouden zijn. Maar het wordt wel iets frisser, met maxima van 15, 16, misschien zelfs 17 graden. Maar ja, de dagen nadien dan verandert er eigenlijk weinig. Hè. De minima die liggen steeds boven 7 graden en de maxima die blijven tussen de 16 en de 20 graden schommelen. Met soms een paar buien, maar op vrijdag en het weekend lijkt het toch wel meestal of helemaal droog te blijven. Dus kortom, vandaag wordt het snel beter in de namiddag en morgen worden de moeders verwend met de eerste echte zomerdag, die al meteen wordt afgestraft door stortbuien en onweer 's nachts en maandagmorgen.
En we beginnen komende week dus ook nog met veel regen en lokaal onweer. Dan vooral op maandagmorgen en dinsdagnamiddag. Maar in de loop van volgende week wordt het toch stilaan beter met normale temperaturen voor de tijd van het jaar. En ja, van de kou zijn we nu toch eindelijk verlost.